Floorstube. Mijn naam is Nancy Peter van ikbeduren.nl en ik neem je graag weer mee in mijn beduuravonturen. Nou, ik ga je laten zien wat ik de afgelopen tijd heb gemaakt, waar ik mee bezig ben en mijn plannen voor de komende tijd. En verder heb ik nog een paar hele leuke nieuwtjes, dus ja, blijf zeker kijken. Nou, het was afgelopen augustus was het thema van de maand Bee Honey. Dus ik heb lekker in een bijenthema gebeduurd. Dus ik zal je het een en ander laten zien. Dit is een patroon van Itso Emma. Bee My Honey. En die heb ik afgewerkt met stickyboard en cross-stitch finishing tape op de achterzijde. En ja, zo heb ik die afgewerkt. Dus die kan heel leuk in de ezel staan. In de woonkamer. Dus het is eigenlijk jammer dat de zomer alweer voorbij is. En ik heb hem gemaakt op een fabric flare stof. Ik weet niet of ik het goed kan zien. Niet helemaal. Ah, misschien zo een beetje. Maar het heeft een beetje de, een honingraat patroon, de stof. En dat is dus eigenlijk een geprinte stof van fabric flare. Dus ja, die past er wel heel mooi bij. Heel mooi bij in een bijenthema. En ik heb deze leuke werkjes gemaakt voor Itso Emma. En die heb ik afgewerkt op materialen van een display van Paisley's en Polkadots. Even dichtbij laten zien. En die krijg je dan zo aan. En dan moet ik dan allemaal nog schilderen en op elkaar plakken en zo. Dus die vond ik wel heel erg leuk bij passen. Dit is Honey, I'm Home. En ik heb ook nog Hello Honey. En dat is dus ook weer op zo'n display van Paisley's en Polkadots. Wat wel leuk is om te vermelden is dat mijn man aan het uitzoeken is om ook dit soort dingen te gaan maken. Hij is nu op zoek naar een of andere machine waar je dat allemaal mee lasercut kan doen of uitzagen. Ja, daar is hij nog niet helemaal over uit, maar hij gaat zich wel verdiepen. En dan wil hij ook dit soort leuke werkjes maken om het gaan af te werken. Dus hij zich daar nu helemaal aan het verdiepen. En dan hoef ik ze straks niet meer uit Amerika te halen. En dan heb ik gewoon ook hele leuke manieren om het af te werken. Ook weer een patroon voor Itso Emma. Ik heb het een beetje op een groenige stof gebeduurd. Een beetje mintgroen. Of appeltjesgroen. In ieder geval heel licht groen. En dat vond ik wel heel mooi bijpassen. Dus ja, bijenthema is afgelopen maand is wel geslaagd. Nou, natuurlijk had ik ook weer een nieuwe Year of Mux gemaakt. Ik had hem al af. Moest hem alleen nog afwerken. Dus dat heb ik dan ook weer op stickyboard gedaan met een leuk bijpassend stofje erbij. En op de achterkant heb ik deze ijzeren ringetjes geplakt. Zodat ik ze aan mijn magneetjes aan de muur kan ophangen. En als het goed is, gaat ja, hopelijk vandaag en anders morgen gaan alle patronen van de Year of Mux die gaan binnenkomen. Dus iedereen die ze besteld heeft, die ga ik dan opsturen. Dus dan kan je ook deze serie gaan maken. Want ja, ik vind hem wel echt een superleuke serie. Deze maand wil ik oktober gaan doen, dus die zal ik je zo ook nog laten zien. Dus dat zijn in ieder geval mijn werkjes die ik af heb. Ja, ik heb hier ook nog een werkje wat af is, maar die heb ik nog niet afgewerkt. Dat zijn de stitchcards van Lori Holt van Itso Emma. En die bestaan altijd uit 4 patronen. En deze zijn die in een herfstthema. Dus heb ik gisteren heb ik die afgekregen. En daar ga ik dus weer hele leuke kleine kussentjes van maken. Zodat ze in mijn schaal kunnen liggen voor de ja, herfsttijd. En ik kan je ook daar al iets nieuws over vertellen. Want ik ben ook bezig om dit soort patroontjes te ontwerpen voor Sinterklaas. Want ja, dat kennen ze in Amerika natuurlijk niet. Dus die zullen ook nooit ontworpen gaan worden. Dus ik ben zelf een patroon aan het werpen van 4 kleine Sinterklaas patroontjes. Zodat ik die ook op dezelfde manier kan afwerken en in de Sinterklaastijd kan neerleggen. Dus ja, daarover binnenkort meer. En dat patroon die kan je dan ook gewoon bestellen via de webshop. En dit is dus Stitchcard ZR van Lori Holt. Dus de volgende keer als ik ze heb afgewerkt tot kussentjes, dan laat ik ze je weer zien.
Verder ben ik bezig geweest met de kleurenrol. Het is een DMC kleurenrol. Ik ga hem heel even losmaken, mijn wonderclips. Heel handig om dus je stof op te rollen. En ik heb gewoon gezegd van, nou, ik ga iedere dag gewoon één kleurtje erbij zetten. Ik ben nu dus met de roze en rood nodig bezig. Ik zal hem even wat dichterbij laten zien. En dan zie je eigenlijk pas hoeveel kleuren roze er eigenlijk wel niet zijn. Want deze is nog lang niet af. Ik geloof dat er meer dan 5 kleuren roze en rood zijn. En ik kreeg hier al de vraag van, heb je daar foto's van? Als je zoekt op Google en je zoekt naar borduurblad kleurenrol, dan krijg je deze volledig te zien. En hier op de achterkant heb ik dan... kleuren gewoon, even kijken. Even niet helemaal mooi te zien, maar dat komt omdat het zo'n ontzettend lange stof is. En ik heb deze dus aan de achterkant gedaan. En dat heeft te maken met de manier van afwerken. Dus dat deze eigenlijk, zeg maar, straks deze manier te openen is. Kijk, en dan doe je zo, maak je hem open. En dan krijg je de kleuren te zien. Dus dat heeft dus echt te maken met de afwerking. En ik ben dus nu met het eerste deel bezig, roze en rood. En ik heb me dus voorgenomen om iedere dag één kleurtje bij te zetten. Want anders, deze bleef iedere keer maar liggen. En met één kleurtje ben ik iets langer dan een half uur bezig. En dan komt hier ook eens wat schot in de zaak. En ik heb nu deze 4 rijen volledig af. Dus ik kan vandaag gaan beginnen aan een nieuwe rij. Dus daar ga ik nog heel even mee bezig zijn. En de hele lap stof die ligt hier inmiddels onder me. Dus je ziet, het wordt nog een hele rol. Dus ik ben voorlopig nog niet klaar. Dus ik kan nog even vooruit daarmee. Dus ja, dit is een project, een paar jaren plan denk ik. Want behalve dat ik al die kleuren ga beduren, komen dus ook iedere keer letters op. Van in dit geval roze en rood. Maar er gaat zometeen ook nog een bloem bij komen. Omdat in de roze en rood tinten. En dan krijgen we de andere kleuren. En er komt iedere keer weer een bijpassend patroontje bij. Wat het eigenlijk het geheel opleukt. En ja, als je dus even googelt op DMC kleurenrol borduurblad. Dan zie je daar dus foto's van voorbij komen. Hoe dat die in zich heel gaat worden. Het is ooit uitgebracht in het borduurblad vanaf nummer 82. En mocht je daar nog op zoek naar zijn. Ja, die boekjes kan je nog bestellen bij het borduurblad zelf. Dus mocht je dat leuk vinden. Dan heb je wat te doen als jij veel te moet aan de kleurenrol beginnen. Ja, dan ben je wel heel even bezig. Dus dat wordt een paar jaren plan voor mij. Nou, verder ben ik ook nog met een ander bijenwerkje gestart van afgelopen maand. Dat is deze. Buzz Block Party van Hands On Design. En ik ga hem heel even erbij pakken. Ik beduur deze op 28 count linnen van Permin. En op het zwart. En dat viel toch een beetje tegen. Want ik ben wel gewend om op zwart te beduren. Maar op dit linnen viel het toch wel heel erg tegen met het daglicht. Dus ik heb hem nu ook wel even aan de kant gelegd. Voor nu. Maar goed, de eerste bijtje heb ik af. En hier komt ook weer een beehive erop te staan. En je ziet, ja, 28 count, ja, je kan er echt wel goed doorheen zien. Maar toch viel het me tegen. En ook, ik heb hele goede daglichtlamp met loep erbij. En dan nog viel deze heel even tegen. Dus voor nu leg ik hem heel even aan de kant. En dan ga ik gewoon lekker met andere werkjes verder die toch iets makkelijker zijn. Nou, om in het thema te blijven van deze maand, Sunflower September, ben ik begonnen met Homegrown. En ik zal het even laten zien. Ik ben nog niet zo heel ver daarmee. Hier komt eigenlijk Home te staan, waarbij de O eigenlijk een zonnebloem is. Het is een patroon van It's So Emma.
En ik maak deze op whitewash board van Fabric Flair. Dus je ziet eigenlijk gewoon patroon van een mooie stuk whitewash hout. En zoals je ziet, ik heb eerst eigenlijk deze letter heb ik helemaal omlijnd. En dan kan ik ze daarna lekker opvullen. Ja, hier was net mijn draadje op, dus er moeten eigenlijk nog twee kruisjes tussen. Maar dan is het lekker makkelijk. Dan kan ik daarna gewoon gedachteloos alles invullen. Terwijl ik lekker mijn programma zit te kijken. En hoef ik niet de hele tijd steeds op mijn patroon te kijken. Dus dat is heel makkelijk. Zeker bij dit soort patronen. Om eerst gewoon de omlijning te beduren. En daarna gewoon lekker opvullen. Dus dat is eigenlijk een begin. Alleen de letter M. Dus ik ga straks aan een volgende letter beginnen. En die zonnebloem, dat is al iets meer werk. Want daar moet je de hele tijd van kleuren wisselen. En wel op het patroon letten. Maar begin is gemaakt. Dan mijn plannen voor de komende tijd. Ik heb altijd heel veel plannen. Of het gaat lukken, ja, dat is altijd maar weer de vraag. Maar aan plannen ontbreekt het zeker niet. Ik ga in ieder geval verder met mijn Wipco-bord. Deze maand is Santa Village daaruit gekomen. Ik zal me even laten zien waar dat ik was gebleven de laatste keer. Zelf wil even kijken. Ik zie dat ik het middelste gedeelte volledig af heb. Het wordt ook weer een heel groot patroon. Dit patroon bestaat totaal uit 12 delen. En de eerste 4 die heb ik dus af. Dus er gaat er hierboven nog een rij komen. En hieronder komt nog een rij. Ik heb de stof dubbel gevouwen, dus ik heb wel genoeg ruimte. Maar deze, ja, ik vind hem toch wel heel erg leuk. Daar heb je de sokken. Reendierstallen. Kerstboompjes. De candy. En dan ga ik gewoon hierbovenaan met de eerste beginnen. En dat is zo te zien Santa's House. Kijk, daar zie je hem in dat hoekje. De kleuren zijn niet heel goed afgedrukt. Maar in het echt ziet het er natuurlijk veel levendiger eruit. Dus dat is weer een project waar ik deze maand aan mag gaan werken voor mijn Wipco. En ik mag gaan beduren aan Nutcracker Village. Kijk, ik had er ook een voorbeeld van uitgeprint, maar dat heb ik aan het begin gedaan. Toen was nog niet alles zichtbaar. En dat beduur ik dus op die speciale glitterstof. Even kijken, ik kan het zien. Nou, er zitten dus in ieder geval allemaal glitters in. Even kijken. En daar heb ik pas 2 delen van af. Dus ik mag hiernaast aan het derde deel hiernaast gaan beginnen. Dus de candy shop is af. En het middelste gedeelte. En dan mag ik straks hier aan dit gedeelte beginnen. Ik kan even niet precies zien wat het is. Want ja, hij is dus afgeschermd hier. Het lijkt op een toy shop. Dus dan mogen we die gaan beduren. Dus ook dat, dat zijn in ieder geval dingen die ik zeker ga doen deze maand. Nou, wat ik ook zeker ga doen is... voor Sunflower September thema. Dat is een biscornu. Met zonnebloemen. Want het is natuurlijk Sunflower September. In september, of bij iedere thema van de maand, heb ik ook weer een gratis patroontje voor je. Dus ook weer een heel leuk gratis zonnebloempatroontje. Kijk daarvoor op mijn blog. En we hebben daar ook een speciale categorie freebies. En dan zie je eigenlijk alle... gratis patroontjes die je daar kan downloaden. En dit is dus een biscornu. Ik heb nog nooit een biscornu gemaakt. En dit is dan een thema zonnebloemen. Dus daar ga ik mee aan de slag. Nou, wat ik verder ook zeker ga doen deze maand. Is een nieuwe Year of Muk September. En dit, of oktober. En ik moet er nog 2 maken van oktober en november. En ik denk dat ik deze persoonlijk wel echt het leukste vind. Kijk, echt helemaal in Halloween thema. Dus, en deze vind ik er gewoon zo leuk uitzien. Ik weet niet waarom, maar ja, Halloween
blijft toch een heel leuk thema. Ik heb dit jaar ook allerlei Halloween decoratie gemaakt en gekocht. Dus ja, oktober kan in ieder geval vast niet meer stuk. Want het gaat er hier lekker griezelig uitzien in huis. Dus dit is een nieuwe. En daar ga ik deze maand in ieder geval zeker aan beginnen. Nou, dan heb ik nog een paar patroontjes of projecties. Als ik me echt verveel en ik heb niks anders te doen. Dan ga ik deze maken. En die zijn allebei van It's So Emma. En dit is Fall Harvest. En met de picknickmand met allerlei groenten daarin. En die ga ik dus ook weer op een heel leuk fabric flair stofje maken. Waarbij de achtergrond dus al geprint is. En ja, daar ga ik hem dus op beduren. Dus de achtergrond hoef ik dan niet te beduren. Maar wel de picknickmand met het kleedje. Dus die ga ik, als ik er tijd voor nog heb, ga ik die beduren. En als ik nog tijd heb, deze vind ik nog veel leuker, dan ga ik deze nog beduren. Fall is in the air. Met dat vosje, ja, die vind ik gewoon ook weer super leuk. Deze patroontjes die kan je ook in mijn shop vinden. De linkjes daarvan zal ik je even hier beneden in het, ja, onder de YouTube video zetten. Dus dan kun je sowieso alle linkjes vinden. Dus dat zijn een beetje, ja, mijn plannen voor de komende tijd. Verder heb ik nog een paar hele leuke dingen. Volgende week donderdag 12 september mag ik weer een jaartje ouder worden. En mijn jarig is die trakteert. Dus hou zeker heel even je mailbox in de gaten. Dan krijg je van mij op 12 september een leuk mailtje. En dan heb ik weer een hele leuke actie voor je. Ja, ben je nog niet aangemeld op een nieuwsbrief, kan je doen op ikbeduur.nl. En dan scroll je helemaal naar beneden en kan je dus aanmelden voor de nieuwsbrief. En dan ga je die zeker voorbij komen. Ja, verder heb ik eigenlijk nog niet echt plannen voor mijn verjaardag. Dus ja, ik weet nog niet zo goed wat ik ga doen precies. Maar ik krijg vandaag al wel mijn cadeautje binnen. Van Mark. Ik krijg namelijk een e-reader cadeau met de Kobo Plus abonnement. En want ik, ja, ik hou ook heel erg graag van lezen. Ik hou heel erg van thrillers en hele spannende boeken. Dus mocht je nog een leuke boekentip hebben, laat dan hier beneden heel even een reactie achter. Want dan kan ik heerlijk gaan zitten lezen deze winter. Dus ja, geef me alsjeblieft tips. Nou, andere plannen ja, heb ik op dit moment eigenlijk nog niet echt. Ik ben heel erg druk bezig met de adventskalender te maken. Dus mocht je die nog niet besteld hebben, er is echt maar een beperkte voorraad. En die is echt niet eindeloos. En het gaat echt al heel erg hard. Dus mocht je nog twijfelen, twijfel dan niet te lang. Want ja, voor je het weet zijn ze allemaal uitverkocht. Dus daar ben ik heel erg druk mee de komende tijd. Om weer alle adventskalenders in te gaan pakken. En verder, ja, zie ik eigenlijk wel wat er op mijn pad komt. Ik laat het even lekker allemaal op mijn pad komen. En ja, plannen genoeg, tijd tekort. Dus we gaan het zien. Ik ben er in ieder geval weer op 20 september. En ja, ik zou zeggen, wens heel veel beduurplezier. Laat me ook eens weten waar jij aan het werk bent. Vind ik ook altijd heel erg leuk om te zien. En je kan je werkjes ook altijd delen in onze Ik Beduur Facebook groep. Of deel jouw beduurwerkje met de hashtag die hieronder staat. Hashtag Ik Beduur met Nancy. En dan zie ik ook jouw werkje voorbij komen. Nou, verder zou ik het ook heel leuk vinden als je mijn video liked. En als je je abonneert op mijn kanaal. Zodat ik nog meer mensen kan inspireren. En je kan me natuurlijk altijd volgen op Facebook en op Instagram onder de naam ikbeduur.nl. Nou, voor nu zou ik zeggen een hele fijne dag verder. Geniet ervan. We krijgen volgens mij nog een warme dag. Hoewel het nu nog een beetje, ja, grijzig uitziet hier buiten. Maar ja, ik wens je in ieder geval heel veel beduurplezier. En tot de volgende keer. Doei!